Wat speel jij of wat speelt Chris? Wel, ik ga pijpen voor het hele gezin. Gaat hij hier van bovenop staan of gaat hij? Hij behoort niet tot het gezin. Gebert, jij speelt pijpen voor het hele gezin. Ja. Eerste vraag. Wacht, ik ga nu al een keer slikken. Drie vragen, Bart. Levert 200 euro per goed antwoord op. Te weinig. Veel gezin voor 200 euro. Hey, als dat plankkast is, doe je dat niet zo. Maar het is voor kom op tegen kanker, hè. Eerste vraag. Wie zo pijpt, houdt gegarandeerd het hele gezin wakker. Welk Britse instrument klinkt zeer luid, omdat je het over het hele slagveld moest kunnen horen? Wat? Ah ja, doedelzak zeker, hè? Goed geantwoord, doedelzak, 200 euro. Heel goed, vraag 2. Pijpen voor het hele gezin. Pijpen kan ook een... Ja, maar dat is waar. Spoel eerst uw mond een keer. Pijpen kan ook een erg aangenaam sociaal gebeuren zijn. Ja, dan ga jij nu een vrije tijd in. Ja, maar ja. Kom dat je weer neus. Dat is precies wat je erin bent. Het is een medisch probleem. Oké. Vraag 2. Pijpen kan ook een erg aangenaam sociaal gebeuren zijn. Welke pijp is in het Midden-Oosten al 900 jaar traditie en zou zelfs niet eens schadelijk hoeven te zijn? Waterpijp. Goed geantwoord, Bart. Opnieuw 200 euro voor kom op tegenkanker. Hey. Ik had dat moeten nemen in het begin. Ik had ook liever gehad als jij dat had genomen. En tenslotte, jarenlang was pijpen... Jarenlang, vraag 3. Jarenlang was pijpen meer iets voor de paardenliefhebbers. Ja. Maar die had nog scheur bij. Heel pijnlijk hoor. Goed op zich. Vraag 3. Jarenlang was pijpen meer iets voor de paardenliefhebbers in het gezin. Hoe heette de panelshow met Gert Verhulst waarbij je wel met het hele gezin kon raden hoe lang Jacques Pijpen voordien in de bar had gezeten? Zeg eens u. 3 op 3, perfect geantwoord.